Vandaag hebben we georganiseerd in het kader van NL Doet om de tuin weer even aan te pakken. Eigenlijk voorjaar klaarmaken. We doen regelmatig dat wel één keer in de week met een aantal vrijwilligers. Maar nu is de speciale dag dat er ook mensen van de gemeente worden uitgenodigd. Ja, de burgemeester, Leendert Lange. En die heeft al aangegeven dat hij met de hoge drukspuit aan de gang wil gaan. Dus dat is echt wel een zwaar werk. En de andere mensen, dat is Inge Zweerts en Carolien Klaver, die doen het schelpenpad. Dus helpen aanvullen, mooi aanvullen. En Kees Wassenaar, ook die is de grasmaaier aan, of het gras aan het maaien. En het staat er nu zo mooi bij, mag ik wel zeggen, dat het heeft een aanzuigende werking. Er komen veel vrijwilligers werken. Men weet nog niet dat hier die tuin is. Dus geleidelijk aan met het gedicht wat je hier achter ziet, we proberen de mensen naar binnen te lokken. En dat gaat steeds beter, dus ik sta er niet meer alleen voor. Ik heb vrijwilligerswerk en sinds kort hebben we een organisatie van de Groene Meent die dus een plantenkastje gaat neerzetten waarin plantjes uitgeruild kunnen worden, net zoals de minibiep. Dus eigenlijk een soort plantenbiep. En er schijnt zelfs, heb ik van de week gezien, een stekjesroute te zijn. Dus mensen kunnen hun kamerplanten hier inruilen voor andere stekjes voor in de tuin. En elk jaar hebben we een thema voor de tuin. Dit jaar zijn dat tomaten, dus we hopen dit jaar ook in de kast tomaten te kunnen verkopen. En zelfs druiven. Vorig jaar was de primeur dat we druivenjam hebben gemaakt. Ook heel leuk, iedereen vond dat prima. En zo proberen we naar buiten te treden en de buurt enthousiast te maken. En dat lukt geweldig. We hebben nog steeds vrijwilligers nodig. Kunnen we ook gebruiken, want die tuin die breidt zich uit. En wil je aanmelden, dan kan dat via de website van Groot-Dijlen-Oort. En je kan altijd langslopen, er zijn altijd wel mensen bezig. Maar met name op de woensdagmiddag tussen 4 en 6. Dan kunnen we graag te woord staan om de werkzaamheden uit te leggen die je zou willen doen. Het college heeft natuurlijk geen moment getwijfeld om in te gaan op het aanbod van Dijlerhuis om te gaan klussen in de tuin. Ja, en dan is het opeens ook de eerste dag van de zomer. Dus ik mocht met een hoge druk reiniger aan de gang. Nou, dat zie je misschien ook aan de spetters op mijn gezicht. En ik ben tegels onkruidvrij aan het maken. Ja, en dit is natuurlijk het echte werk wat ter ondersteuning van de vrijwilligers. Want daar gaat het vandaag om. NL Doet, de grote waardering voor die vele duizenden vrijwilligers die actief zijn. Ik zeg altijd, Wassenaar drijft op vrijwilligers. Al die vrijwillige inzet is hartstikke nodig. Ja, en dan is het ook goed dat je als burgemeester samen met je wethouders ook vandaag de handen uit de mouwen steekt. Om ervoor te zorgen dat deze tuin weer zomerklaar is. Kijk, en al die vrijwillige inzet, dat komt ook door samenwerking met elkaar. En als je kijkt naar deze tijd, deze coronatijd, dan zeg ik altijd één ding moeten we er wel uit vasthouden. Corona, dat virus, moeten we zo snel mogelijk zien te verslaan. Daarom vaccineren van belang. Maar die samenwerking tussen al die partijen in Wassenaar is van belang. Om een voorbeeld te noemen, de samenwerking tussen de politie, de gemeentelijke handhavers, maar ook de duinwachters. Die hebben nu elkaar eigenlijk als vanzelf gevonden. Ja, en dat levert meer veiligheid op in Wassenaar. En dat is een groot compliment waard. En dat moeten we ook vooral blijven doorzetten. Dus die saamhorigheid en die samenwerking in de Wassenaarse samenleving, die zouden we wat mij betreft nog heel lang zo moeten houden. We hebben gelukkig ook een vrijwilligerscentrale die het hele jaar bezig is om vrijwilligerswerk op een goede manier te coördineren. En mijn oproep is ook eigenlijk iedereen in Wassenaar, als je nog eens in de agenda een beetje tijd over hebt, kijk dan of je vrijwilligerswerk kunt doen. Want het is ook van belang in een vergrijzende samenleving dat er ook weer nieuwe jonge aanwas is van vrijwilligers. En het is gewoon ontzettend leuk om met elkaar iets te doen en echt iets te betekenen voor je gemeenschap. Dus wat mij betreft een hele dikke oproep, pak vrijwilligerswerk op.